Oké, ik denk dat we live zijn. Wat is dat eigenlijk, die live? Ah, wel, iedereen ziet het. Kun je zo zien hoe dat mensen aan het kijken zijn? Ja, twee mensen. Twee mensen zijn aan het kijken. 34, oké. Dag iedereen. Wij gaan hier... 1250. Sander heeft net weer gelezen, hij kan nu al cijfertjes lezen. 1249. Wij gaan hier lekkere croque-monsieur's maken. Sander zijn lievelingseten, ik eet ook graag, geef ik toe. Maar er is iets anders deze keer, want normaal bakken we altijd in de pan. Maar nu hebben wij ons een Croque 2000 machine aangeschaft. De Croque 2000. Voilà, de Croque 2000, extra warm, extra snel. En we gaan zien hoe dat werkt. Ik zou zeggen, als het kan, pak je eigen croque erbij. Ja, maak je zelf er ook eentje. En anders komt er geen halen, hè. Ja, dat is waar. Oké, Stan. Ik ga die huis maken, die dingen daarop leggen, ja, of niet? Ja. En dus boter smeren. Boter, ik zal de boter doen, ja. Kijk, ik heb een messier. Als jullie trouwens ideeën hebben wat dat erop kan, zeg maar, hè. Maar laten weten, hè. Love you too. Los amo. Zeker. Oké, ik ga boter smeren. Smeer maar boter in. Je concentreren op de zaken die belangrijk zijn. Sander heeft mij geleerd dat de juiste hoeveelheid boter dat ik kies. Essentieel. Wacht even, de brood pakken. Maar kunnen we dan hier wat kruiden op doen of zo? Kruiden? Ja. Wacht, zal je zien wat ik hier heb? Kruiden. Dat ding eigenlijk is af. Okay, maar kun je daar niet kruiden op doen? Jawel. Maar eerst toch boter, niet? Of eerst kruiden? Maar nee, dan moet er tussen, hè, vriend. Mediterrane. Ingrediënten, 72,6% zeezout. Zeezout. Kunnen we misschien eens die proberen? Wat zijn nog opties? Grill and steak. Maar dat is niet een stek, hè. Een bal als gekropt. Nee, maar misschien... Hier, de beste stek van de land. De beste stek van het land. De heist. En heel die schelken. Prachtig. Kurkuma. Kurkuma, Kurkuma vind ik een goeie. Gaan we met deze kurkuma schieten? Schieten? Gaan we dat erop schieten? Schieten. Alleen maar zoveel. Dat is niet veel. Ja, dat is wel. Dat gaat lekker zijn. Doe dat maar dicht. Ja. Ik zeg, als jullie suggesties hebben, dan mocht je het sturen. Met ananas of tomaat ertussen. Dat is zo lekker, hè? Heb jij ananas of tomaat? Ja, wacht, hier heb ik normaal een potje tomaat. Ah, ja. Hier heb ik een tomaat. Hopla, één tomaat. Eén tomaat. Ja, maar gaan we hier straks tussen doen of moet die er op voorhand? Moet die erbij tussen? In de machine. Dat is de vraag, hè? Ik denk dat we het in de machine moeten doen. Maar we zullen er één insteken gewoon al, hè? Wacht. Zit er gewoon één in. Ja, oh, Oké. Allee, hop. Ja. Zo, en dat ding toe. En klikken. Verrassen. De crispy. Het klinkt al goed, hè? Zeker. Bon, die ga ik sowieso niet opeten. Die is waarom niet? Ja, maar kijk hoeveel van die oranje bragel je erop hebt gedaan. Kurkuma. Sander vindt dat veel. Dat is niet veel. Jij dat te veel, hè? Te veel aanwezig. Kleine tip trouwens. We mogen het ook zonder vlees maken, hè? Inderdaad, eigenlijk. Milieu. Voilà. Steun. Maar nu vind jij kurkuma en tomaat op één en dezelfde. Ja, zeker. Als we toch één maken, die we helemaal gaan fine-tunen. Oké, ik smeer wat boter. Maar dat is wel heftig aan het gaan, hè, die dingen. Maar dat moet nog even. Maar zeker. Ja. Oei. Ik zal hem even laten gaan. Ja, weet je wat mijn favoriete vriend is die aanwezig is? Buiten jij? Zeg eens.
deze baby. Wat is dat? Wacht even. Oh my god. Kip kip. Op de boerderij. Wat heb je dan gevonden? Ja, ik ben een vrolijke kip. Een vrolijke kip, hè? Die lacht gelijk u. Je bent ook een kip, hè? Ja. Toch een beetje. Nee, ik heb ooit met eentjes vis hebben die daar gewonnen. Echt? Met kermis? Ja, zeker wel. Schattig. Ja. Goed dat je kip niet hebt gevist. Zou dat cool zijn als we een croque-monsieur eten met stokjes? Dat is nog een missie. Zeker, hè? Dat we dat kunnen proberen. Een missie om zo, en dan moet je krok. Krok. Je kan daar kunnen gaan. Ik kan met stokjes eten. Kun je met stokjes eten? Ja, het omgekeerd is. Zo. En dan pak je tomaat. Tada! Ja. Ik krijg die helemaal in mijn mond. Helemaal? Ja. Oké. Ik weet niet goed wat ik nu moet doen. Ik denk dat ik Sander even ga helpen. De kroks zijn ook ongeveer klaar. Ah, oké, lekker. Dag. Hoe zet je dat af?